In de Amerikaanse stad Ferguson zijn twee agenten neergeschoten. Maar dat gebeurde bij protesten tegen de politie. De demonstranten voor het politiebureau van St. Louis begonnen vreedzaam, maar het werd steeds agressiever. Vorige week bleek uit onderzoek dat de politie van Ferguson racistisch is. De hoogste politiechef van de stad besloot gisteravond daarom om af te treden. After a lot of soul searching and it is very hard for him to leave and for us to have him leave, he felt that this was the best way forward. De demonstratie liep net ten einde toen er plotseling een aantal schoten gelost werden. Eén agent werd in zijn schouder geraakt, de andere in zijn gezicht. Ze zijn buiten levensgevaar. Zeker twee demonstranten zijn gearresteerd. Het is niet duidelijk of ze iets met de schietpartij te maken hebben.